zo ziet, het verhaal is eigenlijk. Mannen, hoe langer wij de datum kunnen uitstellen, hoe dieper de hunkering dan uit. Hebben ze mij verteld. En dames, als wij jullie met een seksuele intentie benaderen, dan zijn wij mannen op ons bestaars. Je zou het vaak niet zeggen wat het is. Als jullie dan zeggen, deze afvraag niet, ik sterf er op weg. Dan voelt dat voor een man als een slag en dan dat het zomaar gebeurt dat hij stopt om seks te vragen. Onthoud het, hè? Niet omdat hij geen zin heeft of niet wil, nee. Hij speelt op lang bang die dan killen in zijn kaas krijgt. En dat is natuurlijk heel frustrerend voor een man, zeker in een cultuur waarin hij is omgeven met afbeeldingen met seks te maken. Bijvoorbeeld de krant, de aardig. Dat is toch een echt een eindeloze stoet van string, slipjes, BH's en mini-hokken, zover het ook krijgt. En dan denkt die man bij zichzelf, volgens mij had elke vrouw een seksplan.